Yo, ik ben Glenn en welkom bij Clash met Glenn. Vandaag gaan we de hoogtepunten uit de stream zien van mijn push naar top 5000, 10.000. We gaan het zien. We gaan gewoon aardig wat potjes spelen en de leukste potjes gaan je zien. Dus veel plezier. Dus we gaan het eerste potje in. Gelijk tegen een prima gast. 33 van de wereld. Nou ja, ik heb ze wel eens verslagen, maar ik denk niet dat ik met dit dekje... Waar ik hier niet zo heel goed mee ben. Ah, nog geen tweede Ivo, ja, precies. Dat kan natuurlijk. Hij speelt met de Wizard. Dan kan het hetzelfde dekje zijn als wat ik heb. Daar lijkt het wel op. Kijk, ze hebben geen hit, dus dat is mooi. Ivo Sepp zou inderdaad ook kunnen werken. Klopt zo. Nou, we spelen Mero matchup tegen nummer 33 van de wereld. En met een dekker waar ik zelf niet zo heel goed mee ben. Dus we zullen wel wat geluk aan ons zijde nodig hebben om dit te winnen. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. Oké, okay, die hebben we wel mooi aangepakt. Ah, dit is nog eens... Nou, hij voert het toch. Oké. Okay. Op zich, tot nu toe prima, prima hoe het allemaal loopt. Doen we er denk ik zo onze Ivo Knight voor. Kijken of dit allemaal een beetje werkt. Hij speelt trouwens met de Little Prince, dus niet helemaal hetzelfde deck, maar... We doen wat damage. Ik dacht dat hij dat inderdaad zou fooien, maar ja, we zijn net te laat met mijn knight. Dat is dan wel heel zonde. Oké, het gaat prima. Even kijken, het is gelijk wel een heel spannend potje die we spelen. Ja, ik zou echt versteld staan als we deze gast winnen. Maar van deze gast winnen. Oh, ik dacht dat hij wel die Giant zou poelen. Maar blijkbaar dacht vriendelijke vriend er anders over. Dus even kijken of we zo wat damage kunnen doen. Ja, we kunnen wat damage doen. Maar kunnen we het nu ook verdedigen? Nee. Ai. Geef het op de laatste toch weg. Ja, zonde man. Dit is echt zonde.
Hadden we een bijnaam? Oh. Waar ging dat mis? Ja, dat is natuurlijk een hele goede speler, maar ik had ja, echt wel het gevoel dat ik lekker in het potje lag. Ja, jongens, wat is dit? Hoe kom... Ik zit zo laag. Ik kom hier nummer 3 van de wereld. Waar slaat het op? Echt bizar. Ja, was inderdaad gewoon een goede speler, Bas. Maar ja. Die vorige week, maar ik denk dat je het al over de eerste had. Dus inderdaad, je hoeft er ook niet gelijk, hoeft er niet gelijk ondersteboven van te liggen. Maar het is wel. Ja, wel gewoon erg vervelend. Te vroeg. Ah, dit is dan wel een stomme fout. Maar je wou natuurlijk die. Inferno Dragon. Zo snel mogelijk retargeten. Ah, doen we het ook nog. Ja, dit komt dan wel een beetje door mijn tablet, maar ja, hè, voilà. Maar dan, dit moest er gewoon, natuurlijk gewoon direct op die ding. Dat scheelde 1 of 2'tjes. Ah, jongens, jongens, jongens. Maar hoe kan je als je op 1900 trofee staat tegen de nummer 3 van de wereld komen? Dat vind ik echt bizar. Ga toch wel even andere kant. Helemaal laten gaan. Nou, dat weer zo'n monk ervoor. Maar nu kan ik het denk ik wel. Ja, inderdaad, nu kon ik het wel een beetje retargeten. Nu gaan we kijken of we zo damage kunnen doen. Die bats die gaan wel gelijk dood door die Lumberjack helaas. Maar ja, we kunnen zo aardig wat damage doen. We pakken ze toren, denk ik. Dus dat is lekker gespeeld. Dat is lekker gespeeld. Ah, dat wil je liever niet, maar die wizard doet zoveel damage. Dus we moesten wel wat doen. Misschien moest ik die sneeuwbal daar op offense gebruiken. Maar pakken we hem nog? Nee, net niet. Zonde, zonde, zonde. We waren al heel dichtbij gekomen. Maar nu gaat hij natuurlijk gewoon afmaken. Dus helaas, helaas, helaas. Helaas, helaas, helaas. Helaas, 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 helaas. Oké, okay, Mr. DK21. We gaan je even flink in de penarie brengen. Uit de Crusher 21 clan. Goeie clan. Zal ook wel een prima speler zijn. Maar een level 13 Nightwitch. Oké. Okay. 14 Giant. Dan zou je zeggen dat we daarin zeker wel het voordeel hebben. Qua levels. Ah, dat is wel balen. Ja, dit is balen. Dat is balen. Speelt hij met dat deckje wat wij daar straks speelden. Dan wordt het nog best wel taai. Ik zit even na te denken, hoe gaat hij mijn... Hoe is het in de wereld sta je nu? 20.000 of zo. Nou, we staan nog niet in de top 10.000. We stonden er straks twee potjes ervan af. Alleen
Toen moesten we tegen de nummer 30 van de wereld. Daarna moesten we tegen de nummer 3 van de wereld. Die verloren we. Daartussen verloren we nog een potje. Dus ja, hadden we gewoon te veel verloren. Zijn er weer een beetje ver vandaan. Dus we moeten nu denk ik nog 5 potjes winnen. En dan staan we weer in de top 10.000. Dus zoiets. Ja, die fisherman is ontzettend vervelend. Daar gaan we moeilijk doorheen komen. Dus onze graveyard, dat moet onze win condition gaan worden, of de damage dealer gaan worden. Hij heeft nu ook inderdaad zijn. zijn wizard. Hij doet het gewoon goed verdedigen. Hier doen we weinig. Weinig damage, maar hij doet nu ook geen damage. Hij komt niet door onze barbaren heen. Dus dat is dan wel weer positief voor ons. Ik wou zeggen, het vervelende is dat die fisherman er nog is. Als jij aan gaat aanvallen, dan doe ik dat ook. En wij doen gelukkig meer damage dan dat hij doet. Maar we hebben zijn toren nog niet, dus het is zeker nog niet voorbij. Maar we gaan hem nu wel proberen te pakken. En ik denk dat het gaat lukken. Ja, mooi, 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 mooi. Probeer met je wist. Dat deck is bizar sterk. Ja, maar het is niet leuk. Ik ga niet alleen maar verdedigen en potjes van 10 minuten doen. En, nee. Nou, je bedoelt een ander deck. Kijk, hier doen we aardig wat damage. Dus dat is mooi. Ja, toch, aardig is goed. Dat is goed, man. Dat is goed. Kijk, en deze pure frustratie, dat heb ik niet bij Squadbusters of bij Brawl Stars. Veel minder. Natuurlijk vind ik dat wel eens vervelend als je een keer verliest. Maar. Niet die echte frustratie wat je nu hebt. Je denkt van, wat moet ik? Wat moet ik? Vroeger vind ik het nogal grappig zo te zien, allemaal. Ik dacht echt dat hij naar rechts ging. Ik denk hij ook, maar. Misschien ook niet. Misschien ook niet. Maar met alleen die Gravert zo ga je maar niet. Nou. Prima, prima, prima. Ja, dit potje winnen we in ieder geval. Dit potje winnen we in ieder geval. Maar dat maakt niet uit. Een win is een win. Hè? Een win is een win.
Noah, kijk of we hem of haar ook aan kunnen pakken. Noah XXX. Lavond first play. Ja joh, waarom niet? Met Lavond kan je niet goed spelen. Ik ben sowieso geen goede Lavond speler. Nee, ik ben meer een Giant speler. Maar ik vind het wel leuk om een keer wat anders uit te proberen ook. Doe alles maar hetzelfde als ik ze zei. Hè? Net als jij, no skill en luck based. Nee, Lava Loon is zeker een stuk beter. Nee, dat gaat weer veel te veel damage doen, dit. Oké. Hier hebben we de barbaren voor. Even zien. Een tijdpotje er nu toe. Ja, dit kan wel eens de genadeslag gaan worden voor hem. Dat nog niet. Ja, die wizard is ook zo sterk. Dan komen we zo lastig doorheen. Tot zover. Dus even kijken of we op een andere manier kunnen proberen. Daar ben ik niet helemaal ontevreden over die play. Dan maar gewoon zo. We kunnen dit nog wel winnen hoor. Zeker nog niet gespeeld. Ja, lekker, lekker, lekker. Hebben we hem toch nog binnen geharkt. Dus dat is mooi. Dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als het zo is, bij hier linksonder, rechtsonder, volgens mij hier zo, staat de video die van YouTube denkt dat jij hem leuk vindt. Dus kijk die dan zeker even. Tot een volgende keer en tjallas!